Ja. Ja. Opname starten. Nou, nu gaat het wel goed. dan nou, beginnen we opnieuw. Beginnen we opnieuw. Ja. En dat is leuk, want dan kan er dus iets heel anders omhoog komen. Ja. Daar hadden we het net over. Mm -hmm. um, nee, dus mijn vraag was, ik, had het, uh, ik heb het boek gelezen, ik heb de vragen uh, voorbereid. En toen zat ik net uh, thee te drinken en naar uh, het raam te kijken, en toen kwam een hele andere vraag in me omhoog. En toen vroeg ik me af van, nou, hoe is dat nou te doen? Want je hebt kaders nodig, want dan kan het gesprek wel fijn. Een bepaalde richting ingestuurd worden. En tegelijkertijd kan het zijn dat er in het moment iets heel erg anders omhoog komt. Uh, ja, hoe, hoe, hoe kan je dat bij elkaar brengen? En toen zei jij iets moois. Nou ja, gewoon zoals ik het zie van je, je bereidt je voor. Maar in het moment dat iets gebeuren moet, gooi je het eigenlijk overboord. Je systeem onthoudt het wel. En het is een interactie tussen je bewuste geest en je onderbewuste. Dus met onze bewuste geest, de reden en het verstand, bereiden we dingen voor, zodat ik weet waar het over gaat en, en dat soort zaken. En in het moment zelf gaat het onderbewuste ook meedoen. Dus er is dan een andere setting. Dus als je iets zit voor te bereiden, is er een bepaalde setting. Je zit alleen met dat boek en een stuk papier of whatever. Maar nu is er een interactie, dat is een levend iets. Dus er komen andere elementen bij, associaties, body language, intonatie, hoe je je nu voelt. Weet je, dus je hele systeem doet eigenlijk mee. En daarom maakte ik net ook uh, die vergelijking met muziek maken. van de, de band weet wat ze spelen moeten. Maar in het moment, de interactie onderling. de interactie met de plek waar ze spelen. Het, de reactie van het publiek. kan het net even anders gaan. Nou, dat kan leuker worden of interessanter worden. Er kan ook wel eens iets misgaan. Maar als we dus te veel voorbereiden. zetten we het allemaal heel strak. Ja. En dan wordt het heel beperkt. Dus we hebben aan de ene kant structuur nodig, maar aan de andere kant openheid, zodat er een, een creatief element in kan komen. Dus te veel structuur, dat knijpt het leven eruit. Te weinig structuur er werkt chaos in de hand. Ja, ik denk dat Zo, ik meer dat bij weinig, weinig structuur. Want zelfs als ik structuur schep, dan in het moment gebeuren er allemaal dingen en dan ga ik daar helemaal in mee. En soms is het ook goed om die structuur te pakken en het weer even daar naar terug te leiden als het ware. Ja, zeker. Ja, en, en kijk, je, had, je zei er straks van, eh, van hoe, hoe dat dan gaat als, als ik zatzang doe, maar dan moet je niet bij vergeten van dat ik het al meer dan 25 jaar doe. Ja. Dus daar zitten niet zo vaak elementen in die me heel erg verrassen. Weet je wel, bij andere dingen kan dat net anders zijn. Dan moet ik ook, als ik een boek schrijf, dan probeer ik daarover na te denken. En ik laat soms dingen liggen en ik ga er een keer naar terug. Dus dan weet ik de kantlijnen van wat ik in een bepaalde valse noot bijvoorbeeld wil zeggen. Maar soms. Keer je er naar terug of denk je er nog eens over na? Laat je het een weekje liggen en dan kijk je gewoon opnieuw, want ik weet heel goed hoe dat onderbewuste functioneert en dat mm -hmm. die nog met dingetjes kan komen. En dat is heel vaak ook van als mensen een probleem hebben, dan denken ze daarover na en dat is ook prima. En dan is het de beste eigenlijk om het dan even aan de kant te gooien. En dan merk je dat als je aan het grasmaaien bent, krijg je ineens een idee. je nou, onderbewuste die blijft eigenlijk toch mee bezig. En. Dat, dat voelen wij misschien, maar we kunnen niet precies zien wat daar gebeurt. Maar op een gegeven moment komt het met een ingeving. Dat is eigenlijk hoe creatieve processen werken. Ja, het is een beetje hetzelfde als als je een schilderij aan het maken bent, dat je even eigenlijk uit de ruimte moet gaan, yeah. waar je iets anders doet. Je komt terug en je ziet iets heel anders. Ja, yes, of dat je merkt van je loopt vast. Van, ja, of je hebt die kwast in je hand van ja, maar als ik nu die rode veeg erop doe, uh, dan is het verknoeid. Oké, okay, stop, even weggaan. Inderdaad iets anders gaan doen. Weet je wel? Ga, ga met de hond wandelen, lees een boek, kijk een film. En dan de volgende dag, dan loop je er naartoe en ineens weet je, oh ja, maar zo moet dat. En wat is dan dat wat dat antwoord geeft? Ja, onder het bewustzijn. onderbewustzijn. En ja, maar, en de, kunnen we daar is, ja, wat, wat, wat is dat bewustzijn? Ja, hoe, kunnen we daar een term aan geven? Of? Nou ja, we, we noemen dat onderbewustzijn. En als je, als je het kijkt vanuit uh, Neurowetenschappen, ze weten inmiddels wat meer over hoe die hersenen functioneren. Nou, wat wij de bewuste geest noemen, die pakt ongeveer 5 à 10 procent van de informatie die feitelijk verwerkt wordt. Dus daar kan die bij, de rest kan die niet bij. Kortom, je, je neemt veel meer waar, je voelt en ziet en hoort veel meer dan waar jij je bewuste aandacht op legt. Nou, al die informatie die wordt verwerkt en ook dingen uit je verleden, dingen die je meegemaakt hebt, dingen die je gelezen hebt, dingen die je gehoord hebt, dat zit allemaal in je systeem. Alleen die bewuste geest kan daar niet bij, maar het heeft wel een invloed. Hmm. Nou, ja, en want... als wij dus ergens mee bezig zijn, dan denken we ergens over na: hoe moet dit of dat? Weet je wel? Maar de subconscious dat deel, de andere hersennetwerken waar die bewuste geest niet bij kan, die blijven proberen oplossingen te vinden. Dus allerlei verbanden worden gelegd, associaties worden gemaakt, maar het meeste daarvan gaat onder de radar. Dat hebben we niet door en dat kunnen we ook niet. En dan ineens komt er iets. Eigenlijk zijn we dus het van... slimste in het onderbewuste deel. Nou ja, Ab Dijkstra schreef ooit zo'n boek, Het slimme onbewuste. Hm. Nou, dat werkt vaak heel goed, want die weet veel meer dan onze bewuste geest. Die, die vaak nogal gevangen is door het moment of de waan van de dag. Maar daar is veel dieper, zou je kunnen zeggen. Nou, Daar komen alle opwellingen van. En omdat dat zo soms magisch voelt, hebben mensen altijd de neiging gehad te denken dat dat van boven komt. Ja. Alsof, alsof God ons een idee influistert. nee, het komt juist van binnenuit, ah, het is precies andersom. Er zit geen tovenaar hoog in de wolken, die tovenaar die woont in jou. Maar jij zei wel in je boek, uh, in Valse noten, dat. Uh de hersenen, dat het bewustzijn eigenlijk de hersenen als het ware uh, gecreëerd hebben, toch? Heb ik dat goed uh, onthouden? Mm -hmm. dus dat, of dat, tenminste dat ze er bedding aan geven? Ja, ja kijk, vanuit dat Farta gezin ziet dat beeld er net even anders uit. Dus daar, mm -hmm. daar is het concept of, of de aanname van er is eerst bewustzijn, maar dan met een ja. hoofdletter. Dus niet hoe dat in mijn hoofd werkt, dat is het kleine bewustzijn. Ja. En dat is de voorwaarde waardoor er dingen kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld een mens. Dus dat zit meer op de achtergrond. Het bewustzijn waar we het nu over hebben. En het bewuste en het onbewuste deel is gewoon hoe ons brein functioneert. Of hoe wij als organisme functioneren. En dan hebben we het dus over het bewuste deel. Wat, wat je dus kunt volgen waar je aandacht op valt. En het onderbewuste waar je niet bij kan. Dus dat heeft meer met het organisme te maken. Op de achtergrond heb je bewustzijn, zeg maar met een hoofdletter. En die observeert eigenlijk het geheel, maar die is nooit bezig met plannen maken of iets dergelijks. Dat, dat deel van bewustzijn, dat, dat, um, of, of die vorm van bewustzijn, net hoe je dat zeggen wil, die observeert alleen maar. Mm -hmm, die is. Die is, maar die heeft geen dog in de fight, die heeft geen belangen bij dingen. Nou, onze bewuste geest heeft wel belangen. Ik moet opletten, want ik moet op tijd hier of daar zijn. Weet je wel, ja, bewust, dat bewustzame hoofdletter dat is nergens niet. Dus die kan nooit wel of niet op tijd zijn. Het heeft niks met tijd te maken eigenlijk. Want ik ken best wel wat mensen die, uh, ja, hoe kun je dat zeggen, wat meer geïdentificeerd zijn in het bewustzijn dan in het bewuste, maar zoverre dat ze bijna een soort van onthecht zijn en uh, inderdaad, tijden niet meer uh, aanhouden, afspraken niet meer maken, omdat ja, daar is het toch helemaal prima. Maar dat lijkt me niet een hele juiste manier van. Uh, nee, natuurlijk niet. Toch? Er slaap nergens op. Nee. Dan zijn we dus niveaus aan het mengen Ja. En hoe krijg je dat bij elkaar? Want um, ik, heb ik heb zelf ook wel wat ervaring dat ik dacht van ja, um, in dat bewustzijn is het allemaal prima en allemaal prettig en er hoeft eigenlijk helemaal niet zoveel meer. En het is allemaal bevredigend, allemaal leuk. Uh, maar je hebt. Je moet hier toch nog je dingen doen. Ja, en als je daar dus niet een of ander raar idee van maakt, dan gaat dat gewoon vanzelf. Dus daarom geef ik soms van die domme voorbeelden. Van ik kan gewoon lekker zitten zijn en opgaan in die compleetheid. Maar als de hond in brand vliegt, dan ga ik hem blussen, want ik hou van die hond. Of ik hou niet van lijden. Ja, Weet je wel? Maar... En, en, en bewustzijn is hier nu ook. Hè? Dus we hebben een afspraak om een gesprek te doen. Uh, ja, uh, dat bewustzijn is hier ook. Dat gesprek zit dat niet in de weg. Maar ik moet dan aan de Ramana Maharshi denken die uh, 80% van de tijd volgens mij uh, met zijn ogen dicht zat en zijn lijven nee. waarloosde en in samadhi ja, zat. Ja, helemaal in het begin. Ja, dus de, ja. Daar, daar was hij zo sterk in dat bewustzijn met een hoofdletter gezogen dat, dat het hele besef van wereld verdwijnt gewoon. Ja. ja, dat kan, maar laten we wel zijn, er zijn maar weinig Ramana is En hoe dat bij hem ging, wil niet zeggen dat, dat dat bij jou of bij mij zo moet gaan. Nee. Maar er zit dus wel een gradatieverschilletje nog in. Ja, en kijk, uiteindelijk toen hij de boel geprocessed had want ik denk dat hij veel te processen had kwam hij gewoon tevoorschijn en ging hij gewoon de krant lezen, en gewoon te snijden, en praatjes maken, en wandelingetjes doen. Dus dat was een, een tijdelijke situatie die vrij extreem was. Meestal gaat dat zo extreem niet. En dat kan inderdaad voorkomen. Ik heb dat vroeger wel meegemaakt dat er periodes waren. dat, dat, dat ik gewoon zat. Ik zat niet te mediteren, maar ik, ja, je zit gewoon te zijn. En, en dat er dan tegen mij gezegd moest worden: van hey, uh, je moet zatvang komen doen. Of uh, whatever. Ja. Weet je wel, omdat dat allemaal verdween. Uh, uit beeld verdween. Nou, dat was blijkbaar uh, zoals dat ging toen. Uh, ja, nu niet meer. Maar dat is toch hoogst onpraktisch? Uh, ja, dat is onpraktisch. Al, alhoewel, er was dan een assistent die maar even kwam halen. Ja, maar stel je hebt een gezin, of? Ja, die had ik ook. Ja, dus dan. Uh... Uh, je moet er moet ook eten komen en dan moet ook. Ja, 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 zeker. Dus inderdaad, dat, is, uh, in zo, dat kan, dus ook weer niet voor iedereen, in zo'n, laten we zeggen, verwerkings- of integratieproces uh, onhandig zijn. Ja, dat kan. Maar als het eenmaal gewoon, laten we zeggen, uitgekristalliseerd is, dan, uh, ja, dan krijg je wat ik gelijktijdigheid noem. Dus het besef van zijn is gewoon sterk aanwezig. En eh, tegelijkertijd ben ik prima in staat een gesprek te voeren, of het gras te maaien, of eh, geld te verdienen, of weet ik wat. Wat eruit ja, valt, is dat je je gewoon over heel veel dingen minder druk maakt. Ja, dat is, dat is fijn. <laughs> ja. Maar in een, gezonde, in een gezonde vorm dan. En niet in van uh, in bewustzijn is alles goed en uh, de hond mag in brand, want dan ben je er nog niet. Nee, kijk, en sowieso als dit soort gedachten opkomen, klinkt dat heel raar. Ja. Dat klinkt als een smoesje. Om ergens niet naar te kijken. Ja. Uh, yeah. En om ja. geen verantwoordelijkheid te nemen. Dus dat krijg je vaak als niveaus gemengd worden. Maar als, als realisatie of ontwaken echt is, dan zul je iemand zelden uh, smoesjes horen maken. Ja, daarom zeg ik ook, dat heb ik in eerdere boeken wel geschreven, van als ik op jouw voet ga staan, dan ga ik niet zeggen van ja, dat was ik niet, dat was bewustzijn. Dan zeg ik of sorry, of afhankelijk van de context, of ja, uh, Chris gaat aan de kant, man. Ja. Ja. Weet je wel? Dus ik weet dat ik bewustzijn ben, zal ik maar zeggen, of ook bewustzijn ben. Maar ik ga niet dat gebruiken om op een normaal niveau uh, smoesjes te maken of excuses te verzinnen. Precies. Dat, sla dat slaat nergens op. Maar het kan ook zo zijn dat die smoesjes dan niet op, zeg maar, dat je de, de smoesjes niet ziet en dat, omdat je zo'n dat bewustzijn zit, dat het, dat nou, het ergens weggestopt zit. Ja, of... Die helderheid, die ziet alles. Ja. Ja. ja Oké. Okay, is, ja. is het nou net? En daarom hoor ik dus meteen als iemand een die smoesje gebruikt. Ja. En die tijd werken ik, goed. Een tijd terug had ik uh, zo'n situatie aan de hand met mensen. En uh, daar kwam er basically op neer: dat er één zei dat de ander zich niet zo druk moest maken om dit of dat. Terwijl degene die dat zei, die had, uh, had gezegd dat hij dit of dat zou doen. Dus ja, die doet gewoon niet wat hij afgesproken heeft. En dan moet de ander niet moeilijk doen. Ah, ja, ja dat is ja, gewoon ja. een smoesje. Met jou vanuit bewustzijn is niks aan de hand. Ja, je hebt gewoon niet gedaan wat je zou doen. En dat heeft nadelige effecten voor die ander. En je ontloopt het gewoon met, met een bewustzijnspraatje. Ja, dat, is, dat is gewoon onacceptabel. Zeg dan gewoon ik ben het vergeten of ik heb er geen zin in. Wat wordt het daar eenvoudig van? Ja, uiteraard. <laughs> en, de, en de stelregel is een beetje van gewoon niet liggen. Je hoeft niet iedereen alles te zeggen, maar lig niet. En gebruik niet Advaita als, als smoesjes. Dan ben je net zoals zo'n christen die, die iets flikt En dan gaat hij in de Bijbel een citaatje zoeken, zodat hij er onderuit kan. Ja, come on, weet je wel. En ik ruik daar meteen. Ja, ja daar heb je wel een neus voor, denk ik. Ja, natuurlijk. En ik bedoel, dat komt niet alleen maar omdat ik daar zo naar andere mensen zit te kijken, is dus net als met die valse noten. Dat kan soms pittig zijn en lijken alsof ik tegen anderen zit te mekken. Ja. Ik ken mijzelf heel goed. Ik weet dat de mens waar ik bij hoor, uh, uh, geconflicteerd, uh, leugenachtig, angstig, gespleten, uh, maar half bewust is. Weet je wel? Want ik heb heel goed naar dit beest zitten kijken. En uiteraard ook om me heen. Maar het begon, onderzoek, begon met kijken naar mij. Weet ja. je wel? En, en uh, hmm, het was niet altijd prettig om te zien hoe dat er aan toe ging. Nee, want mijn ervaring was ook, ik was aan het lezen en toen dacht ik van. Uh, eerst dacht ik, oh je, je bent mensen aan het aanvallen, maar dat doe je niet. Je, je zet de, de, de dynamiek van het ego, de, de niet-kloppendheid, yes. de, de illusies, de, de bullshit, zet je op papier. Dus je valt niet wat ze werkelijk zijn aan, maar je valt dat schijnstone yes, aan. Exact. Maar dat had niet weg dat mensen die daar zeer mee geïdentificeerd zijn, daar redelijk gekwetst door zouden kunnen raken. Uh, of... Ja, maar die, die luisteren dat niet. <laughs> Hoop je. Of, of die slaan het open en daarom heb ik in, in het begin ook gezegd van nou, als dit je niet aanstaat en je wil niet onder de motorkap kijken, nou uh, doe het dan gewoon af als negatief of sarcastisch en gooi het in de hoek of geef het aan iemand anders. Weet je wel, that's fine. Ik, ik schrijf ja. altijd voor mensen en dat was in, in die vorige boeken ook, voor mensen die willen opgroeien of iets ontdekken of... Uh, wat, wat helderder en vrijer en echter willen zijn. Degene die daar geen zin in hebben, ja, dat maakt mij niet uit. Ik bedoel, mijn beuren, daar hebben wij een prima contact mee, maar die gaan mijn shit niet lezen. Nee. En daar heb ik het ook niet over. Weet je wel? Van, het contact is gewoon prima. Wij passen op hun huis als ze op vakantie zijn en omgekeerd en dat soort dingen. En we delen elkaar komkommers uit of andere groenten die we kweken en that, that's it. Weet je wel? Ik ga daar niet beginnen met van wist u al dat u bewustzijn was of uh, lees maar een valse noten eens. Dat nee, zou raar, raar en opdringerig zijn. Weet je wel? Het is dus voor een doelgroep geschreven en daarin weet je van het is in goede handen en daar, dat gaat ze helpen oh ja, in de groei. Heb, natuurlijk en, en in eerste instantie is het voor mijzelf geschreven. Want zoals je weet zeg ik graag van iedereen doet alles voor zichzelf. Ik vind schrijven leuk, ik vind nadenken leuk. Ik, vind, ik heb geprobeerd ook dingen op een uh, humorvolle manier te schrijven af en toe. Ik, ik vind zelf soms geestig in ieder geval. Dus in oh, eerste instantie doe ik het voor mezelf. En yeah. vervolgens, I put it out there. En van: oké, okay, nou, so, dit, dit zijn een aantal ideeën. Of dingen zoals ik uh, naar onze soort kijk. Uh, doe er je voordeel mee. Uh, or have a laugh. Weet je wel? Ja. Yeah. Ja, ik heb in een van die uh, openingscitaten, dat doe ik bij alle drie die boeken, want dit is dan deel 1 van, de, van die trilogie. Uh, een openingssalvo met citaten van anderen. Ik wil niet net doen alsof ik alles zelf verzin. En dan haal ik er eentje aan van uh, de La Roche Foucault. En die zegt van: uh, Wie het belachelijke in een mens nog niet heeft ontdekt, heeft niet goed gekeken. Ja, dat, dat vind ik echt fucking grappig. En dat slaat dus op de mens, inclusief mij. Ja. Right? Dus. Nogmaals, van, dit gaat over de mens en daar hoor ik ook bij. Ja, het is niet van jij bent verheven en uh, nee, vanuit, vanuit die positie doe je het. is gewoon, ik ben helaas ook <laughs> zo'n ja, vlot. Ik zit ook zo in elkaar of zat ja. zo in elkaar of heb rare trekjes. En, um, we zijn, het is denk ik goed als mensen iets meer reali realiteitszin krijgen en niet zo naïef van, 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 van: ja, de meeste mensen deugen. Weet je wel, <laughs> come on. We zijn multilayer beings. We zijn complex en we hebben de helft niet door wat we doen. Weet je wel? En dat als maakt het... ons niet slecht of zo. Maar we zijn een mengsel. Daar is het nou net. Ja. En als je die layers allemaal zou aankijken, doorvoelen, loslaten, dan kom je uiteindelijk toch wel weer bij dat mensen deugen. Of zelfs dan zou je zeggen: Nee, en, en dat kan niet. Dus dat volgt uit wat ik in het begin zei, de bewuste geest, die kan maar een, een bepaald percentage van wat er in je totale systeem uh, plaatsvindt uh, observeren. Heel veel zit onder de radar, daarom weten de meeste mensen niet wat ze doen, eigenlijk. Dus er gebeurt iets, dus ons totale systeem doet iets en dan vervolgens komt die bewuste geest aanzetten. Maar nou, dat deed ik hier en daarom. Is dus die verzend achteraf een verhaaltje erbij wat min of meer plausibel klinkt. Mm -hmm. Maar eigenlijk weten we helemaal niet waarom we dingen doen. Dat denken we. Maar zou je dan stellen, want jij bent wel meer gaan deugen door je hele proces. Nee, dat zou ik niet zeggen. Dat zou je niet ben, zo zeggen. Ik ben, ik ben echter geworden. Ik, ik, ik weet niet of ik meer ben gaan deugen. Ik, ben, ik voel me minder corrupt dan vroeger en dat soort dingen. En minder ja. angstig, weet je wel. Maar of dat per se betekent van dat ik meer deugd, dat hangt van jouw uh, morele waardeset af. Kunnen we daar niet een universele bijvoorbeeld, ja, zoals dan in de Bijbel, ik weet dat je er geen fan van bent, maar uh, behandel anders als je zelf behandeld wil worden. Uh, maar dat is ook weer heel complex natuurlijk, want hoe wil je dan behandeld worden? Ja, exact ja. Ja. There's no way out. Dus ik, 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 ik zie dat niet in een moralistisch kader. Wat ik wel weet is van, en ik noem dat dan graag uh, kloppendheid. Ik klop nu meer dan vroeger. Maar of een ander dat aanstaat of niet, dat is weer een heel ander verhaal. En dat heb ja. ik ook vaak gemerkt. Hè? Ik bedoel, ik, ik, ik schrijf boeken, ik, ik zet dingen op YouTube enzovoorts. Nou, dan zeg je één ding en, en er zijn zoveel mensen die, die halen hun schouders op. Zoveel mensen zeggen, oh geweldig, dankjewel. En een aantal anderen zeggen, wat ben je een vreselijke klootzak. Ja. Ja, uh, natuurlijk. Want mensen zijn verschillend. Dus hè, maak een liedje en, en geen enkel liedje zal door iedereen geapprecieerd worden. Maar dat moet het doel ook niet zijn. Wat, wat voor mij het doel is, van heb ik er lol aan en heb ik het idee dat wat ik zeg of aanraak uh, een bepaalde groep mensen kan helpen flinker of vrijer of sterker of wakkerder of whatever te worden. Daar gaat het om. En dat het niet voor iedereen is, dat snap ik ook wel. Ja. Maar ik ben ook niet meer uit om iedereen te pleasen of het iedereen naar de zin te maken. Nee, dat vind ik ook heel lekker aan jou. En uh, af en toe denk ik, hoe, hoe, hoe zou je dat in de praktijk ooit kunnen doen? Want je hebt dan van die mooie noten waarin je zegt: Ik heb er zoveel gedoten. Dan zeg je, ja, ik, ik kijk nu al uit naar het weekend. Naar alle evenementen waar ik niet naartoe ga. Alle <laughs> al programma's die ik niet ga kijken. En, en alle uitnodigingen die ik ga weigeren. En denk van: Volgens mij is 80% wil eigenlijk ook zo leven. Dat je gewoon eerlijk kan zeggen: Ik wil wel gaan of ik wil niet gaan. Maar door al die, en dan zeg je ook mooi die sociale. En verplichtingen bij elkaar doen we allemaal, maar gewoon wat niet goed voor ons is, de hele tijd ja, door. Ja. Um, ja, dat, dat, als, dat is soms gewoon praktisch. Ja, ik, ik ben daar niet. Ik kan niet zeggen: oké, okay, ik kan nu dit, ik kan, ik kan niet nergens meer naartoe gaan. Ja, jij zegt dat kan wel. Dus dat, dat betekent dat. Ja, ja, het wil ook niet zeggen dat je nergens naartoe gaat, maar, maar dat je. dat je niet de hele tijd voorbij gaat aan wat je werkelijke gevoel of gedachte of opinie is. Mm -hmm. Om maar. De kolen en de geiten sparen. Dus, en mensen, dat vind ik dan helemaal zo'n ding. Van, dan zeggen ze van: ja, ik doe dit of dat om de ander niet te kwetsen. Ja. Maar het is gewoon een leugen, want je doet het omdat je je eigen ongemakkelijke gevoelens die dat opwekt niet wil voelen. Dus ik durf geen nee te zeggen tegen jou, want anders ga ik me ongemakkelijk voelen en dan ben ik bang dat jij me niet meer lief vindt. Ja, ik, ben, wat... ik ben toch geen zes? <laughs> Jawel, dat deel wel. Ja, nou, maar ik niet. En dat wil niet zeggen dat ik lomp ben of zo. Ik heb zelden ruzie met mensen. Het gebeurt wel eens, maar ja, dat, dat is altijd zo, want mensen verschillen. Ja. Weet je wel? En ik ben niet op conflicten uit en al dat soort dingen. Maar het gebeurt soms. Nou ja, als dat dan moet, dan moet dat maar. Ja. Dat is oké. Okay. Maar wat ik waar ik geen zin meer in heb, is de huidige tijd wat ik dan mezelf verraadpleeg. Ja, wat ik al eens eerder gezegd heb: van ik voel ja, maar ik zeg nee. Ja, als je dat de hele tijd doet, dan neemt hè, op een psychologisch level je gevoel van zelfwaardering al niet van toe. Want je, je weet gewoon dat je eigenlijk de boel zit te neppen. Ja. En dan doen we dat ook nog heel vaak naar, naar mensen waarvan we beweren dat we van ze houden. Dus als ik het dan scherp stel, zoals ik in die valse noten vaak doe, van oh ja, liefde betekent dat ik tegen jou lig en je nooit vertel waar ik werkelijk denk. Ja ja nou daar maak is je een toch mooi een bruggetje rare, rare vorm van liefde daar maak je een heel mooi bruggetje want dat was mijn eerste uh, beginthema en het lijkt me wel leuk om een paar noten bij te pakken want jij schrijft um, de meeste ellende wordt geboren uit mislukte of vervormde liefde en dan hebben we het nu over liefde en dan ik weet dat je niet van het woord houdt maar oké okay, jij noemt dus aan de ene kant mislukte of vervormde liefde maar wat is dan echte liefde wat, is dan, wat kunnen we zeggen is echte die liefde die uh, nogal onverschrokken is en die, die, kijk, wij noemen heel veel dingen liefde. En daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad, denk ik. Maar het meeste daarvan is eigenlijk behoefte. Ja. Nou, ik heb niks tegen behoefte. Want een, een mens of welk dier dan ook zal behoeftes hebben. Maar noem het dan een behoefte en niet liefde. Dus ik heb er behoefte aan dat je nu naar mij luistert. En dat is iets anders dan van als je van me hield, dan luisterde je naar me. Wat voor mij klinkt als emotionele chantage. Voorwaarden. Yes. Maar is dat haalbaar? Is het haalbaar om zo'n liefde in een relatie te hebben? Eh, nou, het begint ermee om te kijken wat het niet is. Mm -hmm. Dus wat, mijn punt is van dat we een heleboel dingen liefde noemen die het niet is. Dus in het Engels heb je I want you, I need you, I love you. Nou, I need you is geen liefde. En I, I want you is ook geen liefde. Het zijn andere dingen. Niet dat dat niet mag of dat dat slecht is, maar noem die dingen geen liefde. Als ik dat iets nodig heb, dan is dat geen liefde. En natuurlijk, de alcoholist zal zeggen, ik hou van drank. En, ja, is dat dan liefde? Nee, dat is een junkie. En ja. dat mag voor mij, daar gaat het verder niet over. Maar je moet dat geen liefde noemen. En niet fix, heet dat. Nou, zo doen we dat op emotioneel niveau ook vaak. Van ik zit ergens mee, dan moet die ander mij genoeg genoegdoening geven zodat ik me weer goed voel. Dat heeft niks met liefde te maken. Dus voor oh, ja. mij zou, zou liefde ook betekenen dat de ander vrij is. Dat ik helemaal mezelf kan zijn en jij ook, en dan kijken we wat eruit komt. Dus daar dat is meer een, en ik gebruik altijd liever het woord welwillendheid. Mm -hmm. Liefde klinkt zo romantisch of verheven, welwillendheid. Dus je wil voor de ander het beste. Juist. Yes. Voor wat mijzelf dat... en de ander. Ja. Dus daarom heb ik het vaak over die kloppendheid of eigenheid en dat soort dingen. En zeg ik daar vaak bij: van dat ik hecht aan mijn uh, kloppendheid, of hoe je dat wil noemen, is niet tegen de ander. Ik zou het liefst hebben dat die ander ook zo kloppend mogelijk is. En in mijn werk ben ik daar de hele tijd mee bezig: om te proberen uh, mensen te helpen kloppender te worden, echter, eerlijker. <k> en um, hoeveel relaties uh, <kille> gaan er dan uh, kapot? Ja, dat, dat gebeurt en soms ontstaan er nieuwe. Ja. Want als ik meer ga kloppen, ga ik ook zien wat er allemaal niet klopt. Mm -hmm. Nou, en een relatie bestaat altijd uit twee personen, op zijn minst. Weet je wel? Dus uh, ja, dat dansje verandert daardoor. Nou, uh, kunnen, kunnen ze daar allebei in mee, in, uh, op een ander level gaan functioneren, of uh, in zo'n veranderingsproces meegaan? Nou, dan kan dat heel goed gaan en dan kan zo'n relatie zelfs beter worden. Als, als het uit elkaar beweegt, ja, dan houdt het op. Ja. Maar dan was het misschien toch al een ongezonde constructie of een slechte deal. Ja, anders had het wel aangekund. Ja. Ja. En heel vaak van, betekent ook, dan, dan zeggen mensen van, ja, ik hou van je. En dan beginnen ze vervolgens van, hm, je bent nogal veranderd. Nou, dat is meestal geen compliment. Dus ze wilden dan dat je gewoon de oude blijft. Ja. Alsof er een of ander vaststaand zelf is wat constant kan zijn. Als dus we een beetje opletten zien we dat alles de hele tijd verandert. Ik speel al heel lang niet meer met autootjes. Maar het zijn ook wel heftige claims om te zeggen, jij mag niet veranderen. Ja, maar dat doen we eigenlijk de hele tijd. En, en dat zijn dus ook van die dingen die we dus wel kunnen zien, maar die wij dus onder de pet houden. Dat ja. we de hele tijd proberen de ander eigenlijk uh, in het hok te houden. En dat noemen we dan, ja, de ander moet betrouwbaar zijn. Maar wat, het, wat er eigenlijk staat is, de ander mag niet veranderen. En we zijn ook iedere keer kwaad op die ander als die even iets doet wat buiten ons begripskader valt. Dus ik maak een beeld van jou. Weet je wel, van nou, hij is zo en zo en zo. En dan doet hij ineens iets wat niet binnen mijn plaatje past. Dat is niet wat jij bent namelijk, maar het is mijn plaatje van jou. Mm -hmm. Nou, dan doet iemand iets en dat valt buiten dat plaatje en dan, oh, nou, dan zijn de poppen aan het dansen. Ja. ja, maar strekt genomen ligt dat niet aan die ander dat ligt aan mijn beeld van die ander en dat ik vasthoud aan een statisch beeld dat ja, is een ik beetje zit, vreemd ik zit een beetje in te voelen hoe het zou zijn als gewoon iedereen elkaar op deze manier vrij zou laten ja, maar dat, 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 gaat, dat gaat niet gebeuren dus uh, daar is het probleem niet jij kan zorgen dat jij zo goed mogelijk klopt we kunnen niet gaan eisen of gaan zitten wachten op tot iedereen klopt it will never happen Nee, dat, dat bedoel ik ook niet, maar ik bedoel meer van even dat utopische beeld. Stel, dat, stel nou dat iedereen zichzelf... Ja, ja, ja maar goed, zoals was... je weet, als je die valse noten leest, ja. ben ik een anti-utopist. Ja. ja, zeker. Dus stel, stel, er staat ergens van, stel je een wereld voor zonder onrecht. En dan ja. de volgende noot is, hm, dat heb je echt geprobeerd? Nou, dan gooi dat boek maar weg. Ja. It will never happen, het slaat nergens op. Wat ik wel kan doen, is gewoon kijken, hoe zou mijn belevingswereld... want je kent maar één wereld, namelijk jouw belevingswereld... Eruit zien als ik meer ging kloppen. Hoe zou het liedje klinken op een gestemde gitaar? In plaats van de hele tijd op ongestemde gitaren. Eh, zo, zo moet je het een beetje zien. Nou, ik weet één ding zeker: gestemde gitaren klinken beter. En ja. de soort stemming maakt mij niet uit, want er zijn heel veel gitaarstemmingen. Maar het is wel handig eh, als, als mijn stemming, ik kies er één, zal ik maar zeggen, of ik heb één mogelijkheid, dat die stemming ook klopt. Ja. En dan merk ik vanzelf in het leven met wie ik kan spelen. Want als ik Stemming X heb, kan ik met die spelen. En als ik stemming A heb, kan ik met die spelen. Niet, niet door elkaar. Want dat matcht niet. Dus het lost heel veel problemen op. Ja, en ik voel hier echt alles voor. En <laughs> advocaat van de Duivel is de angst en de dingen die daarbij omhoog komen om, om echt te gaan kloppen. Hoe, want die weegt dan blijkbaar sterker of zwaarder. Dan, yes. dan alles wat je ervoor terugkrijgt. Wat eigenlijk ja, dan... ook heel veel is. Daarom zeg ik vaak van. We zijn bang voor het verkeerde. Ja. Dus punt 1 zijn we al bang. Want anders zouden we niet onecht zijn. Of ontstemd. Dus het is niet zo van. Als ik ga veranderen dan word ik bang. Nee je bent al bang. En daarom doe je al die dingen. Ja. Weet je wel, dus daar is al geen argument eigenlijk en uh, ja, dat er dingen zullen veranderen, ja zeker, maar we gaan, hè, ons egootje, die heeft een negativity bias, een negativiteitsvooroordeel, die zal altijd kijken naar wat ik potentieel zal verliezen, maar wat die buiten de boekhouding houdt is wat je nu al verliest door onecht en oneerlijk te zijn of door innerlijk corrupt te zijn en door zelfverraad, dat kost een heleboel, bovenal stress. Want iedere keer als wij er omheen draaien, als we met een smoesje komen, als we ergens onderuit willen werken, als we liegen of in ieder geval niet eerlijk zijn, geeft dat stress. Iedere keer als een mens de waarheid spreekt, en dat betekent niet een ander op zijn plek zetten, maar gewoon eerlijk zijn en echt zijn, geeft dat niet alleen een beetje spanning vanwege de vrees voor afwijzing, maar ook een innerlijke bekrachtiging. Nu klop ik. Een goed gespeeld akkoord is prettig op zichzelf. Een slecht gespeeld akkoord om maar met die andere klungels mee te spelen. Het is verraad aan de muziek. Wow, ja. ja, die voel ik wel. Ja. En, want dat verlangen is er echt wel. Maar ik, ik weet ook dat ik uh, straks het gesprek ga ophangen. En het zo nog drie, vier keer mezelf verraad vandaag, weet ik zeker. Ja, maar daar is <laughs> op zich niet aardig, want dat is een proces. Dus ja. er kan een geleidelijke groei zijn van naar, naar een juistere stemming. En er zullen af en toe sprongen in zijn. Dus dit voedt ook weer gewoon de subconscious. En die blijft met die thematiek bezig, die blijkbaar al bezig was, want dit interesseert je. Weet je wel, en, en daar is het dus ook voor, en ook die boeken van me, van lees die dingen en herlezen en herlezen. Daar voed je je subconscious mee, en dan gaat er van binnenuit een verandering ontstaan, of in ieder geval een veranderingsmogelijkheid. Dus als dat zou betekenen dat je vandaag nog drie keer zelf verraadpleegt, om het maar even zo dramatisch te noemen, maar je bent je er beter bewust van dan voor dit gesprek of voordat je het las, dan is dat al wens. Want. Als we ons er echt bewust van worden, dan gaat dat wringen in ons. En dat wringen vinden we niet prettig. Maar wringen, dus dissonantie, leidt tot groei. Mm -hmm. Mm -hmm. Je, je, je moet voelen van wat het je kost als je dat doet. Want als we denken dat het niks kost, gaan we gewoon door. Maar als ik ga voelen van oeh, wat een snerpende sound dit. Weet je wel? Dan ja. hebben we echt zoiets van: ja, ik krijg steeds minder zin om dit te doen. En dan gaan we de moed ontwikkelen, om het maar zo te zeggen, om wel authentiek te zijn. Ja. En, en wat, wat staat daar dan tussen? Hè? Die angsten? Zijn dat, zijn dat echt kinderangsten? Zijn dat kindertrauma's? Eh... Voor een deel. Ja. Maar verder gewoon social imprint. Dus ook mensen zonder trauma's doen dit. Ja. Het is niet van dat, dat alle rare dingen die wij doen komen omdat, omdat er trauma's zijn ik weet dat tegenwoordig bijna alles trauma genoemd wordt ik hoorde mm -hmm. laatst al jonge lui roepen van uh, ze hadden een moeilijk gesprek gehad en dat was traumatisch nou het is het het was een moeilijk gesprek ja yeah. kom op dus dat is ook een van de noten. ik denk in een ander deel van we moeten trauma's niet bagatelliseren maar we moeten ook niet alles tot trauma verheffen dat is een heel slecht plan ja yeah. Bovendien, als iedereen getraumatiseerd is, kunnen we er ook over ophouden. Want ja, dan is dat bij iedereen zo. Ja, boeien. Ja. En bovendien, het is geen excuus. Dus ik kan een trauma hebben. Maar vervolgens gaat het erom wat ik daarmee doe. Maar ik kan het ook de hele tijd gebruiken als een out-of-jail-free card. Van ja, ik ben getraumatiseerd, dus ik kan dit niet. Mm -hmm. Of ik wil dit niet, of ik durf dit niet. Ja, goed, dan blijf me lekker liggen. Wat kan je ermee doen? Uh, van alles. Het hangt er vanaf van wat het is, obviously. Maar er zijn tal van uh, uh, traumaverwerkingstechnieken. En, en als het niet uh, echt heel dramatisch is, zodat iemand uh, whatever, in een hele extreme vorm zit, dus de meer mildere varianten, gewoon aankijken en voelen. Gaan leren dat je je niet mee hoeft te laten slijpen. Dus ik kan me helemaal mee laten zuigen met het een en ander, maar als tussenvormpje kan ik ook even, als het opspeelt, mijn aandacht op de ademhaling richten. Of uh, gewoon een beetje uitzoomen als ik dat geleerd heb en het gewoon te voelen, het dat te laten zijn. We kunnen ja. leren dingen voelen, we kunnen leren dingen aankijken. Ja. We kunnen ook ons eindeloos trainen door maar met iedere trigger mee te gaan. Nou, bij sommige trauma's is er echt specifieke hulp nodig. I get that, maar de meeste dingen die zijn niet zo verschrikkelijk dramatisch dat dat het hele leven hoeft te ontregelen. Bovendien denken wij altijd dat traumatiserende dingen uh, eenzijdig negatief zijn. Uh, je zou beter kunnen zeggen dat ze sterk vormend zijn en alles wat mij of jou vormt of gevormd heeft, heeft meerdere kanten. Het is niet alleen maar drama. Hmm, die, vind ik wel, uh, die vind ik wel lastig om te accepteren. Omdat ik merk, uh, ik, ik merk dan een overtuiging die, die ik veel bij me draag, is, ik ben niet goed genoeg of ik ben niet waard. Nou, waar die ook gevormd is. Ik heb niet het idee dat het me heel veel. Ja, natuurlijk, je gaat vanuit daar handelen. Je gaat misschien prestaties en je gaat dingen doen. Alleen er komen ook heel of veel maskersbeschermingen Je maskersbescherming ga dingen onderzoeken. Zoals je weet uh, deed ik lang aan de sport van depressie in, in behoorlijk sterke mate. Dat was zeker niet leuk en had mis kunnen gaan. Uh, het heeft er ook toe geleid. Dus dat is een duistere kant daarvan. Of een pijnlijke kant, het heeft er ook toe geleid dat ik op een gegeven moment ging nadenken en ging kijken van uh, wat gebeurt hier nou eigenlijk. Dus lange tijd bleef ik gewoon maar roepen van ja, de wereld duigt niet en het komt door mijn ouders en dat. Die, die, die. Dus ik hield mezelf mooi uh, lekker naar buiten. Op een ja. gegeven moment ging de blik naar binnen en begon ik ook dingen te lezen en te onderzoeken enzovoorts. Uh, nou, ik ben al heel lang niet depressief meer. Ja. En ik, ik heb al, al 30, uh, meer dan 30 jaar niet de neiging om mijn papa of mama nog de schuld te geven van dingen. Nee. I am what I am what I am. Dus kunnen we daaraan voorbij komen? Yes, of course. Dat kan. En dan nog van sommige restjes zullen zitten. En bepaalde vorming die daar ontstaan is, ja, die is er. Maar dat is niet alleen maar erg. Er zitten ook voordelen aan. Ja, ja dat kan. Het hangt er dus vanaf wat, wat we ermee doen. Dus er is altijd van je hebt de situatie of het ding en hoe ik ermee omga. Mm -hmm. Nou, afhankelijk van hoe ik in elkaar zit en, en, en ook de omgeving. Want we zijn ook onze omgeving, dus krijg ik. De juiste support voor iets is ook van belang. Weet je wel? Dus er kan, er kan iets ergs gebeuren met iemand, met een kind bijvoorbeeld, dan is het ook al van belang, daar begint het, van niet alleen de gebeurtenis is van belang, maar hoe zit dat kind in elkaar, wat zijn zijn personality traits en zijn genetische opmaak en, en wat is er daarvoor gebeurd. Dus dat is het ding, maar ook de omstanders. Dus er kan iets ergs gebeuren en als iedereen hysterisch wordt, dan is de kans dat het. Uh, als trauma ervaren wordt groot. Uh, als er gezegd wordt: shut the fuck up. en uh, doorgaan, is de kans dat het traumatisch als traumatisch ervaren wordt ook vrij groot. Als er adequaat op gereageerd wordt door de omgeving, is die kans een stuk minder. Van ja, er is iets ergs gebeurd. Oké, okay. I'm here. Breathe. Weet je wel, you're not dead. Uh, weet je wel, er kunnen op tal van manieren op gereageerd worden. Dus wij denken altijd van dat het alleen maar de gebeurtenis is. Nee, het is ook hoe ik dat ervaren heb, wat er aan omgevingsinvloeden waren, dus de omstanders. Zal ik maar zeggen. En vervolgens naar de hand, wat doe ik ermee? Heb ik de neiging om iemand die de neiging heeft om veel dingen als uh, excuus te gebruiken? Nou jongen, die, die heeft een lifetime out of jail free card. Ja. Weet je wel, als iemand een, een, een flinkere neiging heeft, dan heeft hij zoiets van: oké, okay, dit was behoorlijk ernstig en uh, ik voel dat dat mij triggert, Wat kan ik dan mee? Want iets kan mij wel triggeren, maar het hoeft me niet te blijven triggeren. Nee. Dat is onderzoeken, dat is doorvoelen, dat is erin gaan. Ja, yes, ja, yes. er zijn dingen over te leren en uh, nou, soms is daar een behandeling bij nodig, soms niet. Weet jij nog wat bij jou. Trauma's waren of grote stukken waar je heel ja. lang mee hebt gelopen en in één keer zag dit is het eigenlijk? Niet zo heel concreet, want een hele hoop dingen die, die ben ik gewoon vergeten. Dus ja, snap ik. allerlei stof voor mijn achtste negende of zo, daar weet ik vrij weinig van. Wat ik wel weet, is dat rond mijn elfde, en dat was net na een verhuizing, er heel veel angst en agressie in me naar boven kwam. Ik denk dat het allemaal angstgestuurd was en dat ik daarom een agressieve neiging kreeg. Gewoon uit angst, weet je wel. Net als een hond die bang is, nou dan bijt hij maar vast. Dus daar zijn dingen gebeurd. En ik heb al wat, wat uh, akkefietjes gehad uh, uh, toen ik klein was. Uh, ik was een keer uh, in de buurt van een, een vechtpartij tussen twee groepen. En er werd een onderkant van een fles in mijn gezicht gegooid. Ik denk dat ik zes was. Weet je wel, dus dat was echt een enorme jaap. En er moesten dertien hechtingen in. Ik ben een keer aan de rim van een hond door het prikkeldraad heen getrokken. Ook in mijn gezicht, dat lag open. Uh, ja, er zullen andere dingen ook gebeurd zijn, want iedereen heeft een familie. Weet ja. je wel, uh, ja, ouders reageren op een manier. Mijn moeder was een zeer dominant type. En, en mijn vader was vaak emotioneel niet zo uh, beschikbaar. Dus ja, daar, daar kun je een heel verhaal van maken. Ik zou, ik zou heel goed een drama in elkaar kunnen zetten. Ja. Weet je wel, nou wat het ook allemaal was en wat er ook allemaal gebeurde, eh, op een gegeven moment eind tienerjaren of halverwege tienerjaren begon ik dus depressief te worden. Weet je wel, maar op een gegeven moment een tijdje later begon ik gewoon in te zien van dat ik mezelf eigenlijk in een soort loop hield. Dus ik probeerde wel daarbij weg te bewegen en, en het eh, af te leiden en weg te drinken of te blowen of maar constant met mijn vrienden rond te hangen en weet ik veel wat. En wat ik ook zag was dat ik allerlei uitdagingen probeerde te vermijden. Weet je wel, dus ook dat idee van niet goed genoeg, of ja, zelfs een beetje een hekel aan mezelf. En allemaal van dat soort dingen. En op een gegeven moment begon ik die dingen te zien. En dan komt er iets in je op van: oké, okay, um, eigenlijk wat ik allemaal aan het doen ben, dat houdt dit in stand. Dus mm -hmm. ik begon door te krijgen dat mijn strategietjes, om het zo maar te zeggen, maar mijn neigingen en gewoontes gewoon totaal niet hielpen. Nou, dan komt er dus iets anders uit je subconscious opzetten zo van hmm, zou het niet eens tijd worden om hier anders mee om te gaan en uiteraard wist ik een hele hoop dingen toen niet want ja, dan ben je had een beetje 20 of uh, 22 of whatever, what the fuck do you know yeah. ja, weinig Weet je wel, maar ik begon wel wat dingen te lezen en na te denken en dingen op te schrijven en, en te observeren eigenlijk. En op een gegeven moment, dit heb ik wel eens vaker verteld, kwam er zoiets in me op. Oh, ik heb eigenlijk alles geprobeerd behalve er mee zijn. Ja. Dus ik heb het proberen weg te drinken, af te leiden, met mijn vrienden rondhangen. Dus constant socializen om maar niet bij mezelf alleen te hoeven zijn. Ja, Dat, dat draaide dus omgaande weg van: oké, okay. ik voel me zus of zo. Oké, okay, voel het dan. Hoe lang het duurt? Uh, nou ja, goed, dat hou je in tijd vol. In het begin hou je dan misschien tien minuten vol. Weet je wel? En dan uh, moet je door de kamer lopen of uh, gewoon roken of iets. En dan weer zitten en nog een keer proberen. Maar ik begon gewoon dingen aan te kijken. Nou, dat kan ook. En op een gegeven moment ga je wat dingen lezen die wat helpend zijn. En dan kom je erachter dat meer mensen over dingen nagedacht hebben. En dat je niet zo uniek bent als je graag dacht. Want iedereen die loopt rond met dat gevoel van ik ben niet goed genoeg of whatever. En die denkt dan dat hij de enige is. Nou, dat heeft bijna iedereen in meerdere of mindere mate. Ja, dat, is dat vind ik uniek, interessant. Niet. Want daar, zou, daar, komt, daar komt bijna niemand echt voor uit. Het ligt daar een beetje in welke kring je zit. Maar ja. eigenlijk doen we allemaal alsof we daar geen last van hebben. Ja. Terwijl jij schrijft in je boek: uh, Iedereen is constant bang. Ja. Uh, en daar hebben we allemaal tools en therapeuten en dan kan je gewoon lekker ermee doorgaan. Ja. Uh, of je gaat het voelen. Maar je bent er echt niet de enige in. En dat vind ik dan zo fijn en tegelijkertijd ook schrijnend. Dat we weten eigenlijk allemaal dat het zo is. Als we allemaal eerlijk zijn, en toch zijn we er allemaal niet eerlijk over. Ja. Dat we gewoon constant bang zijn en niet goed genoeg. En is dat dan zo? Is, is dat ook weer dat sociale masker die we dan ja, toch maar liever ja, ja. ophouden dan dat we er eerlijk ja. over zijn? Uh, dieren in het algemeen, zoogdieren enzovoorts, laten niet graag zien dat ze zwak zijn. Want uh, ja, zwakke dieren, laten we zeggen, daar wordt op neergekeken. En die lopen risico's. Zijn. Je ziet het letterlijk met fysieke verwondingen. Dat ze dan, zodra er een ander dier bij in de buurt is, ik heb dat bij honden gezien en zo. Ik heb honden, weet je, of nou ja, één maar, na elkaar, katten ja. gehad. Dat als ze iets hebben en ze, ze zijn alleen, dan oh, weet je wel. Maar zodra er een ander in de buurt komt, bam, dan is die energie er. Er is niks aan de hand bij mij. Nou, op, op een sociaal niveau doen wij dat ook. Hè. Tenzij we dan vrienden, eh, echt vrienden zijn, dan willen we wel eens ergens over praten. Al zeuren we dan weer te veel. Dat is een ander dingetje. <laughs> ja. Want erover praten alleen is ook niet genoeg. Maar dan ontkennen we dat in ieder geval niet. Weet je wel? Ja. Of wat we tegenwoordig doen in, in de hypergeïndividualiseerde tijden. Eh, en, en dan zoeken we therapeuten op. En dan gaan we tegen die vertellen. Ja. Wat goed is. Eh, nou ja, het zou beter zijn als er een soort. Eh, Contact was tussen mensen. Waarbij we dat gewoon onderling konden regelen. Dus, Community gevoel. Uh, ja, of, 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 of werkelijke vriendschap. Ja. Waarbij we dus niet alleen uh, onze onzekerheden durven laten zien, maar ook de ander kunnen vertellen uh, hoe het zit. Dus een beetje flink, uh, flink open en flink. Nou, als dat er heel weinig is, dan, uh, ja, dan zoeken we maar een therapeut. Maar dat wordt toch heel modderig, want als je een vriend hebt die ook heel veel toestand in zichzelf heeft zitten en die gaat jou dan vertellen hoe het zit. Nou ja, hij moet natuurlijk daar, daar idealiter eerlijk in zijn. Dus niet, niet dingen gaan vertellen die hij zelf niet uh, ja. ervaart of onderzoekt. Maar ik bedoel, de vrienden die ik heb, het zijn er niet zoveel, maar we praten gewoon heel open en eerlijk over dingen. Nou, dat is gewoon hartstikke fijn. En ja, dan kan er ruimte zijn om een onzekerheid of een stuk pijn te ventileren, maar tegelijkertijd wordt er niet toegestaan dat dat een modderpoel van een zelfmedelijden wordt. Dus je ja. kunt elkaar er dan ook omdat je weet dat je eerlijk bent en, en dus niet tegen die ander bezig bent, weet je wel? Net als ik eigenlijk in mijn werk doe zeggen van oké, okay, nu ga je te ver identificeren. Ja. Oké, okay, weet je wel, en dat wordt dan niet als een aanval ervaren, maar als een hulp. En ik vind het dus lastig om met mensen om te gaan die uh, uh, alleen maar um, schouderklopjes willen of gesust willen worden. Mm -hmm. Daar heb ik niet zoveel mee. Maar heb je dan met de vrienden die je hebt, de, in de dynamiek die tussen jullie gebeurt, en de, de, de een heeft pijn of raakt getriggerd door jou, dat wordt ook met elkaar besproken? Want ja, dan, kan het, dan kan het dus modderig worden. Nee hoor, dan wordt het juist duidelijk. Ja. Als, als er flinkheid is, zou ik maar zeggen, aan beide kanten. Dat is niet zo'n probleem. Ja. Nee, omdat, ja, tenminste, als je getriggerd bent, dan ga je vanuit pijn reageren en dan ga je allemaal dingen ja, doen. Ja, maar, maar mensen die, die op dat niveau, die ik mijn vrienden noem, die zijn bewust genoeg om dat te herkennen. Ja. Dus ja. Uh, stel dat iemand dat dan bij mij doet en die is flink genoeg, nou, dan ga ik zitten griegelen en dan weet hij al hoe laat het is. Oh, heerlijk. Ja, ja. Of ja. omgekeerd, weet je wel. Dan ben ik eigenlijk zo over bezig. Van, uh, Laurentius, uh, zijn we een beetje aan het doordraven hier? <laughs> <laughs> ja, inderdaad. Nou, oké, okay, dat mag best, maar doe het maar bij. En, en wat zijn dan nog zaken die je dan zo inbrengt, zo recent dan? Als je, dan met, als je dat wil delen, natuurlijk. Hè? We zitten op een podcast, dus ik snap als je dat niet wil delen, maar. Ik, ik zou het niet durven zeggen. Nee. Nee, omdat je Ongeveer zegt, Laurentius, wat ben je aan het Ah ja, gewoon over een onderwerp. Dus dan irriteer ik me ergens. Het er kunnen van die dingen zijn die ik ook opschrijf. En ik wil oh, iets ja. gelezen of wat dan ook. Dat vind ik dan heel interessant. Maar dat wil niet zeggen dat zij dat per se interessant vinden. Dus weet je, dat is hier ook wel eens van. Dan, dan was ik weer iets aan het lezen. En dan begon ik daarover tegen Kasia, mijn, mijn vriendin. En dan had ze zoiets van, ja, ik weet dat jij dat heel fascinerend vindt. Maar... <laughs> I don't care that much. Maar, maar het geeft wel <laughs> ja, Dat kan me dan soms irriteren. <coughs> Tegelijkertijd van ja, I get that. Ik, ik kan heel enthousiast zijn over bepaalde muziek, om maar een voorbeeld te noemen. Maar dat wil niet zeggen dat die ander dat ook moet. Nee, nee. Ja, ja het, voelt, het geeft gewoon zoveel lucht als je zo leeft met elkaar. Ja, en, en dan nog, van, kan er daar soms best frictie over ontstaan. Want eh, ik of, of de ander kan dan zin hebben om bijvoorbeeld een bepaald nummer te horen. Ja, eh, die ander die heeft daar dan misschien geen zin in. Dan kan, de, kan degene die dat wilde uh, even teleurgesteld zijn. Ja, uh, deal with it. We zijn geen zes. Weet je wel? <laughs> Je mag het daar best jammer vinden of whatever. En dan kun je even mm, mm, erover doen. Of everdory. Of whatever. Eh, ja, volgende moment. Ja. Dat vind ik ook grappig gewoon van we, hebben, we zijn allebei vrij, uh, hoe zeg je dat? Sterke of dominante persoonlijkheden zou je kunnen zeggen. Dus af en toe clasht dat. En dan, ja, vijf minuten later is het van hey, koffie. Ja, is goed. Het, het blijft allemaal niet zo hangen, weet je wel? Ja. Er kan om worden ook. Ja, yeah, meestal is het ook gewoon grappig. Soms heb ik het al halverwege als, als er dan hier een soort identificatie opkomt. Zo van, ah oh ja, ja, er komt alleen maar bagger uit. Weet je wel, luister je me niet naar, Kasia? Weet je wel. Goed, ja, maar dat, ja, het, is zo, het, het, wordt, het wordt er gewoon heel simpel van. Ja, wat niet het is het dat het leven altijd simpel is. Want zeker ik bedoel, met mensen die gewoon voorbij komen, ja, dat is allemaal niet zo'n probleem. De, de intiemere relaties, de, die vragen altijd net wat meer. Weet ja. je wel? Dus dan moet je net iets beter opletten. Of uh, waar ik dan soms lastig vind, moet ik net wat geduldiger zijn. Of uh, die vind ik ook soms lastig, uh, mijn mond houden. Goh. Ja, dan hoor ik dingen aan en dan ja, op een gegeven moment dan heb ik tien minuten ergens naar zitten luisteren en dan naar mijn idee. En ik denk natuurlijk graag dat ik altijd gelijk heb. Heb ik al drie dingen gehoord die gewoon echt niet kloppen. Weet je wel. Of uh, ja. En dan kost het soms moeite om een mond te houden. En dan ja soms lukt dat niet. En dan is iemand een beetje op zijn teintjes getrapt. Ja. Nice. Oké. Okay. <laughs> 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 ik, ik, we, uh, we gaan nog even naar uh, carrière. Uh, onderwerp carrière. Vond ik nog even okay. leuk. Oké. Um... Als je, nog, uh, als je nog tijd hebt hoor. Ja, tuurlijk. Want um, dat vond ik fantastisch. En vooral omdat ik het in mezelf herken, wat jij ook zegt. Het gaat, het gaat uiteindelijk gewoon over jezelf. Um... Even kijken wat ik daarvoor had hoor. 140. Nou, ik heb oh ja, dit is, even laten zien. Dit ja, dat is het. Voor de, voor de liefhebber. Als je <laughs> je ego goed in het licht wil zetten, dan. Uh, <laughs> koop hem. Uh, ja, dit, dit vond ik fantastisch over werk. Um, de dingen die je uit jezelf en voor jezelf doet of niet doet, vallen niet onder de noemer werk. Ook niet als het geld oplevert. Werk is dat wat je doet met tegenzin, omdat je voelt dat het moet. De essentie van werk is feitelijk prostitutie. Subtiel. Nou ja. Subtiel. <laughs> Um, maar ja, bij mij kwam op, ja, je, moet, je moet toch werken, je moet toch iets, je moet er geld binnenhalen. halen, dat is toch hoe de maatschappij is ingericht, je kan toch moedig, ja, je kan onder de brug gaan liggen, dat kan. Maar... Zeker, daar is niks toch... tegen, maar, maar feitelijk, hè, mijn punt is inderdaad, van, eh, wat ik doe, dus als ik een boek schrijf of zo'n gesprek doe of een sessie doe, of een satsang, dat voelt voor mij niet als werken. Want het komt op een natuurlijke manier uit mezelf voort. Ik ja. heb ook uh, op kantoor gewerkt en in fabrieken gewerkt en in een winkel. Er was verder niks mis mee. Weet je wel, is inderdaad om geld te verdienen, maar ook daar drukte ik mij uit. Weet je wel, en ik, dat was inderdaad gewoon om wat rekeningen te betalen, maar dat zet. Maar wat feitelijk. Heel veel mensen die zitten op een plek waar ze gewoon helemaal niet willen zijn, zitten daar met weerstand, hebben er allerlei verwachtingen bij. En ze doen het alleen maar omdat ze betaald krijgen. Ja. ja soms hebben we daar geen keuze in, maar er zijn ook andere opties. En het is daar ook weer gekoppeld aan dat zelfverraad, hoe ben ik dan op mijn werk? Gedraag mm -hmm. ik me daar als een onechte slaaf om het even scherp te stellen, of ben ik daar werkelijk aanwezig? Leef ik daar constant vanuit angst om een baantje kwijt te raken? Of breng ik mezelf ook mee in het spel? Dus I express myself, weet je wel, en ik doe mijn werk zo goed mogelijk, want hij is dan, vind ik wel prettig. Uh, en ik zie wat er van komt. Dus hoe zit dat precies? Maar je, je staat toch al 1-0 achter als de, het werk waar je naartoe gaat eigenlijk al zelfverraad is? Uh, ja, daarom ben ik daar geen fan van. Maar tegelijkertijd zijn we het ook over eens dat dat soms nodig is. En soms is het nodig, maar minder vaak dan we denken. Ja, dat denk want, ik ook. Want ja, je hebt inderdaad geld nodig. Maar hoeveel geld heb je nodig? Als, ja. wij, als wij mee willen doen met de rest. En daarom doen we heel veel dingen. Dan moeten we dus zoveel geld zien te verdienen. Dat we drie keer per jaar op vakantie kunnen. En uh, twee auto's voor de deur hebben staan. En weet ik veel wat allemaal. Uh, nou, dat gaat ver boven wat je als uh, bestaansnodig behoefte nodig hebt. Ja. Dus een plek om te wonen en wat kleding en verwarming en eten, en daar is genoeg. Nou, daar heb je echt geen 4000 per maand voor nodig. Nee, al wordt het in deze tijd natuurlijk wel steeds uh, ja, lastiger. Ja, voor... ja dat, dat, dat kan zijn, maar dan nog om. om Puur om te lijven heb je niet zoveel nodig. Dus heel veel wat wij doen is voor luxe. En waarom ja. doen we dat? Ik bedoel, ik heb daar geen bezwaar tegen, maar zo zie ik het. We doen dat vooral vanuit een comfortgevoel en om de anderen te laten zien dat het ons goed gaat. Ja. Ja. Maar feitelijk komt de situatie heel vaak voor. en daarom maak ik die uh, uh, connectie met prostitutie. Ik ga naar mijn werk acht uur met tegenzin. Ik las een rapportje dat 40% van de mensen zich eenzaam voelt uh, op hun werk. En een ander die zei dat meer dan de helft zich ongelukkig voelen op hun werk. Wat the fuck ben je jezelf dan aan het aandoen? Ja. En ik bedoel, ik snap dat als je gewoon geen opleiding hebt gehad. en het enige wat je kan doen is een of andere kutbaan. maar anders kun je niet leven. Ja, oké, okay, dat is overmacht. Maar heel veel mensen leven niet in zo'n situatie. En zeker niet hier in het rijke Nederland, waar je niet eens hoeft te werken. Uh, Weet je wel, je gaat hier niet dood als je niet werkt. Nee. Je moet misschien in, in, een, in een kleiner huisje gaan zitten of op een klein flatje. Uh, en dat is niet prettig, ik zou het niet willen, maar je gaat niet dood. Nee. Dus nee. het is een oproep een beetje, dat soort dingen van kijk eens even wat je aan het doen bent. En wat je ook kan hebben, en dat is dus de omkering. Ik ga naar mijn werk. Ik, ik heb dus op fabrieken gewerkt in een winkel. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik daar gevangen zat of dat dat gruwelijk tegen mijn zin was. Ik kan me één keer een of ander tijdelijk baantje herinneren waar ik echt niks vond en dan hield ik er ook mee op. Ik ja. vond gewoon helemaal niks. Ik vond die sfeer helemaal niks. Ik had geen connectie met die mensen of wat we daar aan het doen waren en nou, dan ga ik weg. En op al die andere plekken, ik vond het gewoon prima. Dus ik voelde me ook geen hoer, om het zo oh, ja. maar te zeggen. Ik voelde niet als zelfverraad, nee. weet je wel. Sterker nog, ik merkte, want het was een beetje ook in het begin van, van toen ik net uit dat uh, downen gedoe begon te komen, die structuur die was wel goed. En de interacties waren tof en die mengkukel, ik dacht dat ik nergens voor deugde. Ik bleek vrij snel op te pikken wat goed was in het werk. Ik deed mijn werk goed en en in bepaalde situaties kreeg ik vrij snel, vrij meer ruimte of een beter iets aangeboden. Want die Hansie kan dat wel. Dat was cool. Goed voor het zelfvertrouwen. Ja, absoluut. En na een tijdje voelde ik ook weer. En heb negen maanden ergens in de fabriek gewerkt, twee jaar op een kantoor. Van, ja, zo is het wel weer goed. Want ik zat daar niet om daar te willen blijven. Weet je wel, het was gewoon een tijdelijk iets. En dat zorgde voor wat geld en, en andere interacties. En ik vond vaak mensen wel leuk. En het contact daar. En ik riep eens wat. En ja, soms viel dat goed, soms wat minder. Ja. Ik was op allerlei manieren aan het experimenteren eigenlijk. Ja, want je beschrijft... Dat onderzoeken. Want je beschrijft van, zij die weten wat ze willen van binnenuit. Doen dat gewoon. Ongeacht de ja. uitkomsten en inkomsten. Dit kan uitmonden in een succesvolle carrière. Ja. Uh, en maar daarna zeg je... Alleen lege, verwarde en verveelde mensen zoeken naar vervulling, zingeving en betekenis. Maar dat van binnenuit zoeken is toch zoeken naar betekenis en zingeving? Als je het van binnenuit vindt. Nee, dat, dat, dat gebeurt gewoon. Ik zit nu een biografie, die is net uit van El Pacino te lezen. En die wist gewoon op een gegeven moment, ondanks al zijn problemen en zijn moeilijke achtergrond, van hij nou, wist één ding: ik wil acteren. En dan niet zozeer in films, hij is later heel beroemd geworden door The Godfather en al, allerlei andere geweldige films. Maar gewoon op toneel. Of desnoods in een kroeg met een groepje en dan maar hopen dat je genoeg dollars krijgt zodat je kon eten die dag. He didn't give a shit, weet je wel. En ondertussen liep hij met koelkasten te sjouwen als baantje. Want, nou, je moet eten en je moet de huur betalen. Weet je wel, maar het ging allemaal om dat acteren. Ja. Yeah. Nou, toen later vroeger, zegt hij in dat boek van vroeger mensen, hem van ja maar... Waarom heb jij het wel gemaakt en wij niet? Dus collega-acteurs, zou ik maar zeggen. Hij zei: van Nou, één verschil is, jullie wilden acteren, ik moest. Ja. Ja. Frank Zappa was unstoppable, weet je wel. En hij kwam er vrij snel achter van het conservatorium. En ja, dat vind ik niks, want uh, dat gaat allemaal veel te traag en ze willen dit en dat en daar heb ik geen zin in. Dus hij leerde zichzelf nooit te. Uh, hij uh, uh, begon met drummen en daarna ging hij gitaar spelen. Nou, hij was een geweldig goede gitarist geworden. Die gast die was gewoon unstoppable. Mm -hmm. het, moest. het was het heilige moeten. Er is een boek over Wittgenstein. En er is een biografie dat heet het heilige moeten. Weet je wel, nou de meeste mensen hebben geen heilig moeten en dat verwijt ik ze niet. Ik constateer het alleen. En dus, ja, ik wil dit wel doen, ik wil dat wel doen, ik vind dat wel interessant. Het klinkt niet heel overtuigend allemaal. En ja, dan ga je misschien denken, nou, ik moet maar een carrière gaan maken. Maar El Pacino was niet bezig een, een filmcarrière te maken. Hij moest acteren. En ja. daar is een carrière uitgegroeid. Dat kan. Ik was niet van plan om uh, Advaita-leraar te worden of iets dergelijks. Ik was met zelfonderzoek bezig. Ik moest uitvogelen waar het over gaat. Nou, vervolgens blijkt dat dingen bij elkaar komen en uh, dat er boeken uitkomen. En, en dus leef ik daar al 25 jaar van, wat heel fijn is. Maar dat was het doel niet, dat is het bijproduct. Hoe, hoe kom je bij het heilige moeten dan? Ja, niet. Sommigen hebben dat niet. Is er, niet. er zijn heel veel mensen zonder werkelijke drive. Dus, of zijn zij er niet bewust van? Nee, er zijn heel veel mensen die zijn. De meeste mensen zijn uh, middelmatig. Dus ze hebben allerlei dingetjes die ze wel leuk vinden, maar ja, dat is het dan. En dat is geen verwijt, want uh, niemand maakt zichzelf, dus daar kunnen ze niks aan doen. Maar er is geen werkelijke drive. Oh, ja, dat. dat... Ik, ik, ik zou dan wel voelen, van, dat, misschien zijn ze zich nog niet bewust van die diepte in zichzelf waar de echte drive zit. Ja, of hij is er niet. Of hij is er niet. Ja, ja wat, dat, dat wil ik of, ook zeggen. Ik de, weet de, nu al je antwoord. Maar... De, de drive is: uh, ja, ik wil heel veel dingetjes. Dat is wat de meeste mensen doen. Ze willen dit en dat en zo en zo. Daarom schreef ik vroeger al in een van mijn eerste boeken: Vreugde van Verlichting. Van wie, wie honderd meesters dient, dient ze alles slecht. Ja. Of hè, Harry Mullis, die zei ooit van als je een boek wil schrijven, dan uh, moet je een boek schrijven. En dat betekent dus dat je dan niet naar het theater gaat, dat je niet naar de verjaardag gaat, dat je niet dit doet, niet dat doet, niet zo's. Dus, uh, allerlei dingen doe je dan niet. Vraag het maar eens aan een topsporter. Die doen heel veel niet. Dat is waar. Want anders dan ga je niet uh, in 10 seconden de 100 meter rennen. Die hebben dus, wat je daar verder van denkt, een enorme drive om iets voor elkaar te krijgen. Ik, en ik, dus ja. die doen dat. En of het dan slaagt en of het maatschappelijk succes oplevert... of waardering of uh, geld... daar is eigenlijk niet waar het over gaat, dat is een bijzaak. Nu draaien we heel veel dingen om in, in deze tijden... van uh, iedereen die wil roem... wat een soort geperverteerde uh, vorm is van waardering krijgen. Dus ze zoeken die roem, die waardering. Maar dat moet allemaal instant. En daar gaat het om. Dat is het bijproduct. Je maakt van het bijproduct. En wat trouwens nog een gevaarlijk bijproduct is ook. Roem is tricky. Weet mm -hmm. je wel? Maar je maakt dus van een mogelijk bijproduct het doel. Nou, voorwaardelijk wordt het niet. En dat geeft ook een drive, mijn nepdrive. Ja, dit is uh, terrible. Ja. Yeah. Um, alleen wat maakt dan dat jij die drive. Je hebt een drive van Advaita. Dus jij hebt een duidelijke drive. Waarom heeft middelmatige Jan dat niet dan? Om, omdat hij andere dingen belangrijk vindt. Maar die heeft dus ook een drive. Uh, ja, maar een, een vrij, gematigde, vrij gematigde gewone drive. En daarom zeg ik van er is op zich niks mis mee. Maar die zullen, ja, vind... dus, die, die zullen dus een andere uh, beleving hebben en een andere insteek. En ja. dus nogmaals, van het is niet om mensen weg te zetten, maar de meeste mensen hebben dat gewoon niet. Ze kunnen iets heel leuk vinden. Ik vind het leuk om ja, dit of dat te doen. Ja, ook. Er zijn allerlei ook. dingen, maar er, zal, er zit bij de meeste mensen niet iets bij van. Dit is de top priority en al het andere kan me gestolen worden. En dat moet niet. Maar dan ben je veroordeeld tot allerlei dingetjes doen. En, en proberen dan maar een carrière te maken. of aardig gevonden worden. En, yeah, okay, that's fine. That's fine. Yeah. Ja, oké, dat is fijn. Dat is fijn. Mensen praten vaak over passie enzovoorts. Nou, er zijn. Eh, daar valt veel over te zeggen. maar er zijn niet veel mensen die werkelijk een enorme passie hebben. Ze vinden dingen leuk. Maar een passie hebben, dat betekent dat je te pakken genomen wordt. door een heilig moeten. Of een, een, een enorme intrinsieke motivatie. En dit moet en zal gebeuren, los van precies zoals ik zeg, los van de uitkomsten of inkomsten. Dit moet. Picasso moest schilderen. Ja. Het was niet dat hij dat leuk vond. Bowie moest muziek maken. Hij zei er zelf over dat hij het helemaal niet leuk vond. En dan vond het meestal ook niet goed. Oh, maar het ja. moest. It's a series of problems, man. Nee, ik vind het helemaal niet leuk. Ja, nou, de hand als een plaat af is. Dan... Ja, hè? ja want, want dat herken ik ook wel. Is Dat er dan een verlangen is om echt iets te doen. Maar eigenlijk het doen geeft eigenlijk best wel veel stress. Of het is eigenlijk veel langer dan eigenlijk nodig is. Maar je moet het wel doen. Uh, maar dat, ik heb in mijn hoofd de tijd van passie is altijd iets wat je gewoon constant, Als je het de hele tijd aan het doen bent, vind je het leuk, ben je in de, in de zone, ben je, ben, je, ben, je, ben je goed bezig. Maar dat hoeft dus ook niet, zeg jij. Nou ja, ik, ik, ik schat zo van dat als hij bezig was met muziek maken dat dat ook zo was. Maar ervoor en daarna kun je er iets anders van denken. Ik heb dat zelf nooit. Ik heb uh, jaren ook muziek gemaakt. wil me niet met Bobby vergelijken, obviously. Maar uh, ik wilde dat gewoon doen, klaar. En had je ook en plezier en terwijl ik, je het ik, deed. Ja, natuurlijk. En het ja. uitvogelen van na 15, 16 jaar niet gespeeld te hebben. Oké, okay, hoe werkt dat ook weer? Een gitaar en een synthesizer en toetsen. En een microfoon en de apparatuur, weet je wel, waar ik niet gewend was waar ik nu mee opnam. Ik vond het allemaal leuk. En er ja. was gewoon een heel sterke drive van oké, okay, dat, dat moet. Uh, moet iets uitgedrukt worden en met die boeken idem dito, natuurlijk is daar een heleboel werk en zeker die laatste vijf die ik geschreven heb, uh, daar kwam gigantisch veel lezen en nadenken en informatie opzoeken enzovoorts uh, bij, dus dat was een gigantische bak werk, maar ik vond het leuk yeah. ja en de ideeën die bleven gewoon maar komen, dus het moest gewoon op papier, en ja of het dan verder verkoopt of niet uh, ja daar is dan vers 2, het zou leuk zijn als het verkocht Weet je wel? Maar ja. het begint met gewoon van. Ik vind het gaaf van. Krijg ik die ideeën helder? Of hoe zit dit of dat? Weet je wel? Uh... Ja. Nou, ik vind het wel inspirerend. Gewoon voelen wat, wat wil ik in dit moment doen en dat gewoon volgen. En gewoon maken, creëren. Uh, maar ik wil hier toch even een advocaat van de duivel. En ik weet al lang je antwoord. Maar het klinkt alsof jij je zielsbestemming bent gaan leven. Er is geen ziel, dus dat gaat niet. Want het het kwam allemaal bij elkaar. En, en het is een heilig moed, ik vind het woord heilig alweer interessant. Ja, dus jammer dat ik dat gebruik. Ja, ik dat betekent wel, ja. alleen maar dat er niet aan te tornen valt. Ja. Dus ik kan een hele hoop dingen um, hebben en, en laten gebeuren enzovoorts. Maar als ik weet dat er iets gebeuren moet, dan gaat het gebeuren. En dan komen er geen smoesjes op. Ik ga niet zeggen het is moeilijk. Ja, is muziek maken moeilijk? Ja, natuurlijk. Is een boek schrijven moeilijk? Ja, natuurlijk. Maar dat, dat uh, interesseert me gewoon helemaal geen bal. Weet nee. je wel. Het moet uitgedrukt worden. Klaar. Dus in die zin, ik heb geen keus. Dus het is ook niet zoiets van, van uh, dat, dat mijn niet bestaande vrije wil zegt. Kom, laten we een boek schrijven. Nee, er is, er is juist helemaal geen vrije wil. Ik moet dat boek schrijven. Het gebeurt gewoon. Ja, en dus dan is er een enorme golf schrijvenergie. En nu is die sinds deel drie van die valse noten, reeks klaar is, die dan in mei of zo uitkwam. Weet je wel, is die schrijvenergie stil. Dus ik heb amper nog een letter geschreven. Ik heb al over e-mails die ik beantwoord. Weet je wel, en soms noteer ik even een klein dingetje of een stukje informatie. Want lezen gaat door, want ik lees nog eenmaal altijd. Weet je wel, maar die schrijvenergie is gewoon weg. Net zo goed als jaren geleden die muziekenergie ineens ophield. Nou, dan ga ik ook niet zeggen: van ja, maar ik ben schrijver, dus ik moet blijven schrijven. Of ik uh, maak de muziek, ik moet muziek blijven maken. Nee, alleen als die drive er is. Ja. Nou, die, nou, die is er nu niet. En ook dat vind ik dus prettig. Ik heb dus ook niet het gevoel dat ik nu iets kwijt ben. En gaat die drive dan ergens anders heen? Of is het gewoon nu. Op dit moment niet. Het is gewoon lekker ja. rustig en ik lees een boek en uh, doe mijn ding. En ik doe mijn werk en zo, weet je wel. Uh, maar het leuke is dat er dus niet het gevoel is van dat er een gat in mijn bestaan valt of iets dergelijks. Dat hoor ik soms bij mensen die dus wel drive of passie hebben. Van, van Dat ze de altijd bang zijn dat het ophoudt. Oh ja. Nou, ik heb dat soort dingen al diverse keren meegemaakt. Ik had ook eerst muziek gemaakt en toen is het 15 jaar weg geweest. Ik heb het niet gemist. In het begin een beetje. Weet je wel? Ja. En daarna, ja, andere dingen gebeurden, spiritualiteit gebeurde, er waren ineens kinderen, weet je wel, allerlei andere ontwikkelingen vonden plaats, ik ging opleiding doen, en weet je wel, dus pff, de ja. natuur die kent geen leegte. dus hè, ik heb dat vaker gezegd, maak een veld leeg, en je hoeft niks te doen, binnen nooit aan gooi toch weer iets. Hmm. Whatever ja. it may be, dat is allemaal welkom, en als op een gegeven moment ik voel dat er weer zo'n innerlijk moeten komt. Nou, dan weet ik al wat er gaat gebeuren. Dan ga ik dat doen. Dat ja, centraal. want dan luister je gewoon naar los van angst. Uh... Nou ja, luister er naar. Ik heb geen keus. Daarom heet het moeten. Ja, zijn er niet mensen die hun heilig moeten onderdrukken dan? Nee, die kun je niet onderdrukken. Dat kan gewoon niet. Je nee. moet. Je moet en je ja. zal. Yes, dat is precies de formulering. Weet ja. je wel, ik, ik was fan van Nietzsche, zoals je weet. En die gast die mankeerde echt van alles en nog was. Wat? Maar hij moest nadenken, hij moest schrijven en hij kon amper lezen, dus hij krabbelde het allemaal op en dan moest hij weer iemand zoeken die dat uitschreef voor hem. En ondanks al die problemen liep hij urenlang door de bergen heen, want hij ontdekte gewoon dat hij daar het beste kon denken, op de meest frisse ideeën kon komen. Weet je wel? Hij deed dat gewoon. Hij was gewoon unstoppable. Ja. Hij had ook kunnen zeggen: Ja, ik, ik ben half blind en mijn lijf doet zeer. Ja, ik heb hier en ja. daar last van: ik ga in een hoekje zitten en ja, uh, weet je wel. Nee. Ja, dat doe ik van. Amor fati. Van: Oké, okay, dit is mijn lot. Prima. Bring it on. Ja, los van wat we verder van hem vinden. Daar spreekt karakter uit. Mm -hmm. I like that. Dat in de modder blijven liggen en excuses zoeken. I don't like that. Van ja ik, ik wil eigenlijk dit of dat. Ik had vroeger zo'n, heb ik wel eens verteld, zo'n gast. En die had het, weet ik veel 10, 12 jaar over dat hij een boek ging schrijven. Nou, in die tijd had ik er al vier geschreven. Weet je wel, dus ik had zoiets van: hou er nou maar over op. Ik ken van die mensen die zijn al met muziek bezig. Ja, ik zit nog te wachten tot er een keer drie nummers zijn opgenomen. Nou, in die tijd dat zij erover praten, dat ze met muziek bezig zijn, had ik al twee uh, albums gemaakt. Ja, dat ja, ja, klinkt misschien lullig, maar ik kan er niet zo goed tegen. Op de lange deur wordt dat een beetje vervelend. Ja, ik, ik wil muziek maken. Ja, laat horen dan. Ja, ja ik, ik voel dan zelf nog bijna wat meer meldtijd. Ik denk van, oh, je wilt heel graag, maar je zit jezelf zo in de weg, dus je doet het niet. Nee, maar niks meldtijd is goed ja <laughs> Veel te veel met andere dingen bezig. Weet je wel? En ja. ik bedoel, nogmaals, dat is niet erg, maar doe dan niet net alsof dat het ding is wat je wil doen, want het, het blijkt nergens uit. Ja, oké, okay. dus het liegen erover, daar ga je eigenlijk een beetje op aan van joh. Ja, ja, nou ja, liegen, jezelf voor de gek houden een ja. beetje. Ik ja. heb vaker dat, dat voorbeeld gegeven van vroeger, die twee jongetjes die ik zag, voor, zag tenminste eentje die was de hele tijd aan het voetballen. Mm -hmm. En die andere die zei dat hij voetballer wilde worden. Mm -hmm. En dan had ik zoiets van ja, maar hij loopt altijd te voetballen. Jou zie ik misschien één keer in de week met een bal. Nou, één ja. keer in de week met een bal, dan gaat het niks worden, dan kan ik je wel vertellen. Je moet echt willen. Ja, en dat, dat zal blijken. En dat is dus ook in, het, in, het, in de teaching modus: van als mensen zeggen ik wil hier of daar uh, wil weten hoe dit of dat zit, dan kunnen ze dat zeggen tegen me. Maar het zal blijken uit hoeveel tijd ze eraan besteden en wat de kwaliteit van de aandacht is als ze er tijd aan besteden. Als je echt iets wil uitzoeken, dan is daar energie voor nodig. Dan moet je daar tijd voor vrijmaken en je niet focus. Dat is iets anders dan een beetje: ja, ik heb er wel over nagedacht, een beetje vaag. Dus mensen kunnen dingen zeggen. Ik wil voetballer worden, of ik wil uh, zelfonderzoek doen, of ik wil weten wat dat fata is, of ik wil mijn trauma oplossen. Maar het zal blijken uit wat we doen. Ja, en discipline is daar, denk ik, ook wel een kerncomponent. Discipline-focus. Discipline is een soort, naar mijn idee, gewelddadig iets. Dus als dat moeten en niet is, ga ik mijn systeem, die dat dus eigenlijk niet wil, gedisciplineerd zitten dwingen tot dit of dat. Die hardloper die had geen discipline nodig, die weet gewoon ik moet gewoon krachttraining doen en ik moet dit niet uit en ik moet niet zuipen en ik moet zoveel keer rennen en ik moet zoveel fietsen. Die heeft daar geen discipline voor nodig, die wil gewoon zo snel mogelijk rennen. En als ik hem zo stel, uh, stel dat moeten komt op en je ziet allemaal angsten en weerstand en toestanden en dan gebruik je je discipline om te zeggen nee daar ga ik niet naar luisteren. Ik nee, dat is, dat is voor mij geen discipline, dat is een kwestie van helderheid. Ja. Okay. Je moet eerst dingen begrijpen, je moet dingen inzien. Dus als ik, ik kreeg op een gegeven moment door dat de dingen niet voelen, niet werkten. Ja. Daar had ik door, dat klikte. Dus men, niet alleen mijn bewuste geest, maar mijn onderbewuste kreeg door: dit werkt niet. Nou, dan kan de boel draaien. Dus iemand kan begrijpen verstandelijk: van het is beter om iets te doorvoelen dan het te ontkennen of weg te duwen. Maar pas als het echt klikt, gaat hij het ook doen. Ja, dat is zeker waar. Nou, iemand hè, waar we het eerder over hadden, van uh, iemand kan het eng vinden om authentiek en eerlijk te zijn, maar als hij doorheeft wat het hem kost om zelf te plegen de hele tijd. Als hij dat echt doorheeft, dan gaat hij vanzelf binnen no time eerlijker en echter zijn. Want dan, heeft die, dan weet hij, niet alleen maar in het hoofd, maar helemaal van de kosten van zelfverraad en inauthenticiteit, die zijn veel hoger dan het mogelijke conflictje wat ik eens een keertje zou kunnen oplopen. Ja, ja dat, is de, dat is geen discipline, dat is het weten en nee, helderheid. dat is inzicht. Ja. That's, you get it. Ja. En degene die het dus niet pakt, die, die komt met dingen aan als oefenen en uh, discipline en dat soort dingen ik schrijf ooit in een ander boek op van uh, op het moment dat ik iets zeg tegen iemand en die zegt daarna oh ja dat ga ik oefenen dan heeft hij niet begrepen wat ik heb gezegd dat is geen verwijt, maar daar blijkt dat uit want als ik weet dat voelen beter is dan ontkennen hou ik op met ontkennen ik ga niet zitten oefenen met voelen ik voel ja uh... Uh, ik snap wel dat, uh, dat mensen jou vervelend vinden soms. Ja, ik ben, maar ik ben ook gewoon vervelend. Los ja. van dat ik heel wijs ben en bescheiden, ben ik heel, heel vervelend. Ja, want je zet, je, zet, je zet dat ego schaakmat. Ja, en die ego die heeft gewoon twee basisnagingen. Allerlei voorwaarden stellen voordat er iets kan gebeuren. Ja. En allerlei zinnetjes die beginnen met, ja maar... En dan komt er een compassieverhaaltje, een excuusverhaaltje, en dan weet ik veel. Allemaal verzwakkend. Ja. Daar had ik ook kunnen blijven zitten. En dan had ik nou nog depressief en zielig in de hoek gelegen. En zwelgen en zelfmedelijden. Poor me. Oh, arm ik. Mm -hmm. ik denk dan op een gegeven moment dat je dan stilvalt, toch? als tegen ja. maar schaakmat genoeg gezet. gezet en, is. Uiteraard en, en daarom ga je daar, daardoor veel minder ik gedachten krijgen mm -hmm. en dat zorgt er weer voor dat je weer minder problemen ervaart, want die zogenaamde ik waar je de hele tijd die deelt tijd in de lucht hield, die blijkt gewoon gebakken lucht en, en ja. dan zijn er nog wel degelijk situaties er gebeuren nog steeds dingen, maar je verhouding ernaar is gewoon heel anders en je zit niet de hele tijd mi 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 ik 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 ja, want daar wil ik mee eindigen. Um, ik ben ooit bij jouw stadsang geweest en het um, innerlijk beeld dat ik daar steeds bij heb, is dat ik toen ook. Ik, ik ging er echt even, helemaal in, zeg maar, ik, ik volgde de, de instructies terwijl ik tegelijkertijd denk, jij weet hoe honing smaakt. Hoe ga je, je mij honing laten, laten proeven? Kan dat wel. Maar toch lukte dat voor mij gevoel kon je, niet helemaal, natuurlijk, want ik, ik zit hier nog met mijn egoetje en mijn toestanden. Uh, maar ik kon je wel volgen, dus je kon wel een soort van de weg voorbereiden. Dus je, je kon instructies, kijk hier, kijk hier, kijk hier. En toen het beeld dat ik zag, was dat ik een soort van een, een afgrond waar je in kijkt. Ja. Een, soort, een soort punt waarop dat ego, ja, een soort van als hierheen gaat, dan ga je dood. En ik ben een paar keer in mijn leven, ik ben nu wat minder met dat feit bezig, maar gewoon, ik denk ook om deze reden... Is, dat ik dacht, jezus, ja, ik, 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 ik moet, dan moet ik zoveel op gaan geven. Dat zegt dat tegen, maar dan moet ik zoveel ja, op gaan geven. Ja. Ik, ik wil niet die afgrond in. Ja, sure. Dat, nou, dat zei ik, zo. ik, die negativiteitsbias die maakt gewoon dat hij vooral let op wat hij potentieel kwijt zou raken. Ja. En hij heeft een naging tot overdrijven, want zo raar is het allemaal niet. Maar hij maakt het zo groot dat we dan wel weer buiten de buurt blijven. Ja, uh, ik zou mijn relatie verliezen, mijn vriendschappen, uh, ik zou niet meer uh, mijn werk, weet je, dus nee, nee, dat... Nee, dat je, waren... eindigt, je eindigt in de goot en niemand zal van je houden en je gaat dood van de honger, natuurlijk, ja, net als ja. ik. Ja, net als jij. Huh? Ja. Je wordt net zo vervelend als jij. Ja, ook nog. <laughs> maar weet je, ik dacht al die dingen ook en daarom zei ik vaak grappenderwijs van, uh, nou ik dacht dus ik eindig in hoog in een kartonnen doos. Maar het feit is andersom. Mensen komen van heinde en verre naar me toe om met me te praten omdat ik zo ben. En uh, die betalen daarvoor. Dat yeah. is kind of funny. Het was een beetje het omgekeerde. En jij hoorde ook al die dingen toen je op die afstand. Ja, uiteraard. Of? Ik was net zo bang als jij. Ja. Yeah. Yeah. Maar ik wist ook van. Uh, en ik heb dat dan later uitgedrukt in de vorm. Wie buigt voor angst blijft bang. Ik wist dat als ik bezig bleef zoals ik was. En zoals ik deed, dan zou ik niet minder bang worden. Het hielp niet. Mm -hmm. Allerlei dingen ontkennen of weghouden of niet aankijken en niet voelen en maar zelfverraad blijven plegen. En ik werd daar niet beter van, ik werd er steeds erger van. Dus ik had zoiets van: ja, bang ben ik toch al, zeer doe het ook al. Waar heb ik nou eigenlijk te verliezen? Ja, uh, angst en pijn. Dus, dus dit, dit hielp, jij, hielp jou om de sprong te wagen? Yes, of course. Ja. Als je het maar helder genoeg ziet, de kosten zijn gewoon te hoog. En ik ben niet alles en iedereen kwijtgeraakt. Ja, een aantal die liepen weg en die hadden daar geen zin in. Maar dat gebeurt in het leven sowieso. Ja. Weet je wel? En anderen die kwamen daarvoor in de plaats. Ja, heel veel mensen die zijn al vrienden als ze rond de twintig zijn. En op een gegeven moment gaan ze in andere plaatsen wonen of ze gaan andere opleidingen doen. Dan heb je helemaal geen ruzie, maar het verwatert en je raakt elkaar kwijt. Ja, dat hoort erbij. Nou en? Ja. Nee, dat is ook prima. Dat is oké. Okay. En, en eentje die ik ook herken, is, uh, of heb gezien, is, van, ja, maar de ontwikkeling stopt hierna. Dus het is allemaal goed hierna, weet je wel? Nondualisme, vrede, rust. En, maar er is geen ontwikkeling meer. Er is ja, maar dat is meer... dus ook onzin. Ja, ja. Je zou sterker nog kunnen zeggen van dat het dan pas begint zich te ontwikkelen. Maar wat en het ontwikkelt is... zich nog. Jij als organisme. Ja. Ik, weet, ik weet nou een heleboel meer dan 30 jaar geleden. Mm -hmm. Door dingen te ervaren, door dingen te lezen, door de honderden of duizenden interacties met mensen. Door allerlei dingen die je doet, die je tegenkomt, die gebeuren in je leven. Weet je wel. Dus, alleen het ontwikkelt zich op een andere manier in die zin van, uh, dat je minder uh, overal een toestand van maakt. Ja. Maar je leert een heleboel. Uiteraard, zolang je leeft leer je. Dus na die sprong kijk je er eigenlijk op terug en denk je, het dus, dat, dat, dat ging helemaal nergens over. Uh, ja, inderdaad. En, en verder is, is het grappig, dat idee van uh, niks meer leren. Dat is dan net zoiets als van: Oh, uh, het kost een heleboel moeite om uh, te leren gitaar spelen. Maar als ik eenmaal gitaar speel, dan daarna leer ik niks meer. Nee, pas daarna ga je muziek maken, eigenlijk. <laughs> ja, 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 en toch, toch voel ik er wel bij: ja, als je dan kan. Dan is de uitdaging eruit. Het slaat mij ook. Alsof ja. de muziek ooit op is. Alsof er niet altijd iets, een nieuwe samenklank mogelijk is. Alsof niet iedere ontmoeting met iemand al een muziekstuk is, die, die, waarin jij je meeneemt, maar die je niet onder controle hebt. Dus het is een klein avontuurtje. Net als dit gesprek. We wisten ja. dat we gingen praten, maar we hebben geen controle over hoe het precies gaat. Nee. Dat, dat is toch juist leuk? Ja. Klopt. Nee, het is een dus hier hier poosie, vallen maar... dingen misschien uit te leren, maar leven gaat ook niet alleen maar over dingen leren. Het kan ook gewoon prettig zijn. Ja. Dus ik weet niet wat ik hiervan geleerd heb of jij, maar ik vond het gewoon prettig. Ja. En nee, ja, okay. anders zou ik het ook niet doen. Nee, dat, dat weet ik, ik weet wat ik aan jou heb. <laughs> ja, dat is gewoon simpel zat. Er zijn er wel eens meer die vragen van kunnen we een interview doen? En dan heb ik even contact en dan ik zoiets van nee. Of ik lees wat ze verder uh, vinden of zo. En dan denk ik van daar wil ik niks mee te maken hebben. En dan ga ik dus ook niet zitten denken van wat levert het me op of wat kost het. Nee, uh, het klopt of het klopt niet. Voor mij. Het zegt ja. niks over die handen. Maar dan ja. doe ik het gewoon niet. Nou ja, ik, ik vond het ook prettig Hans. Dus uh, ja, cool. ik, ik, uh, je rondt hem mooi af. Dankjewel uh, wederom ook. voor uh, deze valse noten die we gekraakt <laughs> hebben samen. <Yes. laughs> nou, ik heb uiteindelijk niet zo heel veel besproken. Maar eigenlijk in het gesprek kwamen al de thema's die ik had voorbereid. Kwamen al automatisch naar voren. Ja, cool. Uh, dus, nou ja, bedankt. En uh, we Tot. gaan weer verder op onze dag, denk ik, of niet? Ja, ja inderdaad, dank. De hond uitlaten.